opdracht nummer 3. Dat is de versprong. En bij de versprong heb je eigenlijk alleen maar even een stoep of een straat nodig. Waar natuurlijk geen auto's of fietsers komen. Waar je gewoon lekker veilig kan springen. En op de grond zet ik een mooie streep van stoepkrijt. En ik ga dan met 2 voeten proberen te springen. En dan zo ver mogelijk proberen te landen. Dus. Waar ik ben geland, zet ik bij mijn hak een streepje. En dan weet ik wat mijn afstand is geweest. Want ik zie dan hier een hele mooie streep staan. En dit was de beginstreep. Ik meet de afstand tussen die 2 streepjes op en dan weet ik hoe ver ik heb gesprongen. Belangrijk is wel dat je met 2 voeten tegelijk springt en met 2 voeten tegelijk landt. Heel veel succes met deze opdracht.